Welcome to Servants of the Lord Ministries. Welkom bij Servants of the Lord Ministries. Mijn naam is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator van Servants of the Lord Ministries. Voordat ik met de boodschap begin, zal ik eerst de roeping uitspreken die werd aan Joseph Hitchcock gegeven. En God zei jaren geleden tegen hem: ik heb kinderen in elk land, en je hebt broers en zussen wiens harten naar mij uitroepen. Ze hebben mij gezocht voor bedieningen, zegeningen en gaven. Ik heb hun die dingen gegeven en het heeft hen gezegend. Maar er is een deel van hun hart dat is nooit vervuld geworden en dat is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu roepen hun harten alleen om mij. Naar hun wil ik je toesturen omdat ik niet wil dat ze jaren nodig hebben om tot mij te komen, zoals dat bij jou toen het geval was omdat er niemand was om jou te laten zien hoe je dat moest doen. Servants of the Lord Ministries is een onderwijs- en trainingsbediening die naar het lichaam van Christus is gezonden, om mensen te bereiken wiens hart uitgaat naar God. Deze boodschap is voor hen die Hem willen leren kennen, willen opgroeien in Hem en klaar willen zijn voor zijn verschijning. Vandaag spreek ik over het onderwerp verward of beschaamd zijn. Psalm 22, vers 4 tot en met 6. David zei: doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Het woord beschaamd wordt vertaald door Strong's woordenboek als eigenlijk verbleken, dat wil zeggen bij implicatie beschaamd worden, ook bij implicatie teleurgesteld worden of uitgesteld worden. Veroorzaken, zetten tot, schande, verwacht, droog worden, uitstellen, lang op zich laten wachten. Alleen degenen die hun geloof 100% in hem stellen, zullen niet in verwarring raken. Hier zijn enkele tekenen dat je al in verwarring bent, doordat je je geloof verkeerd hebt gericht. 1. Je uiterlijk is verbleek door faalangst of door angst. 2. Je schamen om belangrijke dingen te vergeten. 3. Teleurgesteld als situaties niet lopen zoals je gepland had. 4. Belangrijke taken uitstellen of Gods timing missen. 5. Te schande zetten door onwetendheid of niet luisteren. 6. In de war raken door je verstand te gebruiken in plaats van God te vragen. 7. Gebrek aan motivatie of geestelijk droog worden. 8. Problemen ervaren die langer duren om op te lossen of te genezen. Het is belangrijk om geestelijk een goede diagnose te stellen. In deze laatste dagen zijn velen op zoek naar een gemakkelijke oplossing voor hun tijdelijke vleeselijke leven en geloven wat ze willen horen. Een beroemde prediker die dood is en nu in het Verenigd Koninkrijk woont, schreef aan de hand van Psalm 22, vers 3, dat de enige weg terug naar de aanwezigheid van God door lofprijzing en aanbidding is. Maar dat is een leugen. Hij werd nooit uitgedaagd omdat hij populair was, boeken schreef en de kerk vandaag de dag slaapt. Er is niets dat je kan scheiden van de liefde van God. Maar er is iets dat je altijd zal scheiden van de aanwezigheid van God en dat is een persoonlijke zonde. De enige weg terug naar zijn aanwezigheid is om jezelf te vernedigen en je zonden te belijden. Paulus zei: waakt op, rechtvaardig en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het tot uw schaamte. Dat staat in 1 Korintiërs 15, vers 34. En datzelfde vers staat in de Amplified Bible als volgt: ontwaak uit jullie dronken roes en keer terug tot jullie nuchtere verstand en jullie gezonde verstand en zondig niet meer.
Want sommigen van jullie hebben de kennis van God niet, jullie zijn volkomen en moedwillig en schandelijk onwetend en blijven dat, zonder het besef van Gods aanwezigheid en alle ware kennis van hem. Ik zeg dit tot jullie schaamte. Door te zondigen zul je de aanwezigheid van God missen. Om te zondigen moet je eerst naar je verstand en hart luisteren in plaats van naar zijn instructies en besluiten dat jij het beter weet dan God. Je moet je het gezag van God toe-eigenen en de Heilige Geest weerstaan. Er zijn twee soorten zonden: de zonden van de opdracht en de zonde van het verzuim. De Geest zal verdriet hebben in je als je zondigt. Om door te gaan met je volkomen moedwillige schandelijke onwetendheid zijn over wie God is. Zonde is God niet met je hele hart vertrouwen. Alleen Hij kan alle beslissingen nemen. Slechte vruchten kunnen, als ze verschijnen, degenen wakker maken die slapen in het lichaam van Christus. Velen worden niet wakker tot gerechtigheid voordat ze weer in slaap vallen. We lezen Johannes 1, vers 10 tot en met 15. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van de genade en waarheid. Johannes getuigt van hem, en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. De Joden hadden klaar moeten zijn voor zijn eerste komst, het verwerken van veel overtuiging van zonden. Genade kwam door het bestuderen van de wet. Onder het oude verbond moest je nederig blijven als je veroordeeld werd. Om de genade te krijgen had je diep berouw nodig. Met genade en barmhartigheid kun je alles doen. Toen Jezus kwam, gaf Hij kracht aan degenen die in zijn naam geloven. Als je gelooft wat Hij je heeft opgedragen en Hem direct gehoorzaamt, geloof je ook in zijn naam. We lezen Johannes 1, vers 16 tot 18. En uit zijn volheid hebben we allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is. Die heeft Hem ons verklaard. Gods genade en waarheid was beschikbaar voor iedereen die zich verootmoedigde door overtuiging van zonde. Maar de religieuze Joden maakten hun eigen regels, zodat ze de letter van de wet konden vervullen zonder de noodzaak van diep berouw. Ze waren geleerden van de wet geworden, opgeleid, deskundig, wijs in hun eigen ogen, die zich verzetten tegen overtuiging van zonden. Jezus bracht genade en waarheid in zijn onderwijs om de Joden te helpen voor hun blindheid te komen en tot de wortel van de zonden door te dringen, maar ze weigerden. We lezen Lucas 2, vers 40 tot en met 47. En het kindje groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden ze elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij weerkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de verwanten en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden,
keerde zij terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel zittende in het midden van de leraren, hen horende en hun ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. De Joden verwachten niet dat een 30-jarige zoveel wijsheid en kennis zou hebben. Jezus' wijsheid overtrof die van hen die de wet bestudeerden. Op 12-jarige leeftijd bracht Jezus de religieuze leiders al in verwarring. Velen namen aan dat Jezus in zijn kindertijd geen moeilijkheden had doorgemaakt. Hij werd in alle opzichten verzocht zoals wij, nam nooit de heerschappij over, kwam nooit in het vlees en zondigde nooit. Hij werd in slechts 30 jaar blootgesteld aan dezelfde hoeveelheid verdriet en lijden die wij in een mensenleven meemaken. Matteüs 6, vers 1 tot en met 13. Jezus onderwees. Heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om door hen gezien te worden, anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsten in de synagogen en op de straten doet, opdat zij door de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon al. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zijt, en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet gelijk de geveinsden zijn, want die plegen gane, die in de synagogen en op de hoeken van de straten staande, te bidden, opdat ze door de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, doe het in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want ze menen door hun veelheid van woorden zullen verhoord te worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij voor nodig hebt eer gij het bidt. Gij dan bid aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Het woord aalmoes wordt vertaald door Strong's woordenboek als medelijden, dat wil zeggen als uitoefen ten opzichte van de armen, weldadigheid, een concreet weldaad, een aalmoes. Het woord beloning wordt vertaald als weggeven, dat wil zeggen omhoog, over, in verschillende toepassingen, opnieuw leveren, opnieuw geven, opnieuw betalen, uitvoeren, vergoeden, teruggeven, herstellen, belonen, opleveren. Matteüs 6 vers 1 staat in de Amplified Bijbel als volgt. Pas op dat je je goede daden niet in het openbaar doet of voor het oog van de mensen, om door hen gezien te worden, anders zul je geen beloning hebben die voor je gereserveerd is en op je wacht, bij en van je Vader die in de hemel is. Datzelfde vers staat in de Bijbelboodschap als volgt. Wees vooral voorzichtig als je probeert goed te zijn, zodat je er geen voorstelling van maakt. Het is misschien goed theater, maar de God die jou gemaakt heeft, zal niet applaudisseren. Jezus heeft er nooit aan getwijfeld dat zijn Vader hem niet zou vergelden, vergeven, herstellen of belonen. Jij kunt dezelfde ervaring hebben door geen excuses te maken voor ongehoorzaamheid aan de Heilige Geest op de smalle weg.
zonder zachtmoedigheid zul je nooit nog steeds de dode werken doen. Om zijn missie op aarde te volbrengen, bad Jezus tot aan het kruis in het geheim. Negatieve ervaringen werden voor Christus een bron van wijsheid, omdat hij geloofde dat geen enkele situatie oneerlijk of onrechtvaardig was met zijn hemelse vader aan het roer. Hij zei dat als je zijn voorbeeld volgt, de vader je openlijk zal belonen of vergoeden voor alle verliezen die je hebt geleden omwille van de gerechtigheid. Huichelaars die op een trompet blazen en zich aan de letter van de wet houden, kunnen hun beloning niet meenemen. Jezus bad dat zijn naam zou worden geëerd, dat zijn koninkrijk snel zou worden komen en dat zijn wil zou worden gedaan en het lijden op de aarde tot een minimum zou worden beperkt. Jezus twijfelde nooit aan de dagelijkse instructies van zijn vader. Jezus kreeg al zijn maaltijden consequent gericht op gerechtigheid. Jezus zei, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Het woord zoekt wordt vertaald door Strong's woordenboek als zoeken, letterlijk of figuurlijk, specifiek door Hebraïsme om God te aanbidden, of in slechte zin om tegen het leven samen te spannen. Verlangen, trachten, onderzoeken, eisen, zoeken naar middelen. Matthäus 6, vers 33 staat in de Amplified Bijbel als volgt. Maar zoek, streef naar eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, zijn manier van doen en juist zijn, en dan zullen al deze dingen samen je daarnaast gegeven worden. Het woord zoeken betekent letterlijk of figuurlijk streven of nastreven. Het koninkrijk nastreven met zachtmoedigheid is nu mogelijk, zoals het al ongeveer 2000 jaar hier op de aarde is sinds de Pinksterdag, door wat Jezus heeft gedaan. Dit is beschikbaar voor iedereen. Romeinen 14, vers 17 tot 19. Paulus schreef, want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is God welbehagelijk en aangenaam de mensen. Zo dan laat ons najagen wat tot vrede en wat tot de stichting onder elkander dient. Vleeselijke christenen geloven dat God zorgt voor degenen die voor zichzelf zorgen. Paulus vertelde de kerk om die dingen na te streven die vrede van God maken, niet de vrede van de wereld. Sommigen maken vrede omdat ze geen conflict met deze wereld willen. Je hebt Gods vrede nodig als je Christus volgt. Je kunt vervreemd raken door degenen die de duivel volgen of van de waarheid afwijken. Romeinen 14, vers 18 en 19 staat in de Living Bible als volgt. Als je Christus in deze zaken de Heer laat zijn, zal God blij zijn en anderen ook. Streef op deze manier naar harmonie in de gemeente en probeer elkaar op te bouwen. Dienen en functioneren in zijn koninkrijk met vrede en vreugde, zelfs wanneer de omstandigheden veranderen, is zichtbaar voor God en de mensen. Je hoeft niet op een trompet te blazen of veel lawaai te maken om Gods aandacht te krijgen. Maar de vrede van God moet worden gehandhaafd en ontwikkeld in omstandigheden die niet vredig zijn door bekering van dode werken. De zonden van het nalaten zal ervoor zorgen dat je je vrede verliest. Wat je niet op het juiste moment doet, zal later onnodig stress veroorzaken wanneer je probeert de achterstand in te halen. En je behoeften zal worden voorzien door Gods genade in voldoende of bovennatuurlijke voorziening als je zachtmoedig bent en de Geest perfect vertrouwt en gehoorzaamt. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 3. Paulus schreef, zo dan, mijn geliefde en zegenwenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere geliefde. Ik vermaan Euodia
en vermaan Sittinche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, wiens namen zijn in het boek des levens. Gehecht aan Christus zullen je gevoelens worden aangetast, maar je zult alleen pijn voelen als Jezus een kant opgaat en jij je verzet. Anders zal het juk gemakkelijk zijn en de last licht. Arbeidend in het evangelie, gehecht aan Christus, zal je naam verschijnen in het boek des levens van het Lam. Je zult enkele vijanden hebben als je Christus volgt, maar als je erg populair wordt in deze wereld, kan je naam worden uitgewist. Houd stand, en ook jij zult de vreugde en de kroon van een apostel worden. Een getuigenis uit mijn leven staat in het eerste hoofdstuk van het boek Wakker worden, de tijd raak op, deel 2. Mijn naam verscheen in het boek van een apostel omdat ik geen uitvluchten zocht voor ongehoorzaamheid aan wat de Heilige Geest mij opdroeg te doen. Paulus schreef, en zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Richt je op Gods perfecte wil voor jouw leven en je zult groeien in kennis en wijsheid, net zoals Jezus dat deed. Onderwerp je eerst aan God en dan aan degene die God heeft gestuurd om je te helpen en volg de instructies op. Matthäus 6 vers 33 staat in de Bijbelboodschap als volgt. Doordrenk je leven met Gods realiteit, God initiatief, God voorzieningen. Maak je geen zorgen dat je iets mist. Je zult merken dat al je dagelijkse menselijke zorgen worden vervuld. Degenen die denken dat ze iets missen van wat deze wereld te bieden heeft, luisteren naar de duivel. Alleen maar omdat ze niet gereisd of iets gezien hebben. Zet een val voor het vlees, zodat wanneer het probeert de overhand te nemen, er iets in gang wordt gezet en je kunt het stoppen. Het vlees is jouw vijand, zelfzuchtig en altijd onrechtvaardig. Noteer de vruchten van beslissingen die je dagelijks neemt. Als je naar God luistert, zul je geen goddelijke afspraken missen. Houd een dagboek bij en maak een complot tegen je eigen vlees, zodat je je kunt bekeren van dode werken. Dode werken kunnen goed of zelfs religieus zijn. Een dagboek zal helpen het bewijs te leveren dat je je moet bekeren van dode werken en in plaats daarvan God volmaakte wil moet doen. Vraag God waarom iets niet is voorzien op de manier waarop het eerder was. Anders zul je meer dode werken doen. 1 Johannes 3 vers 7 en 8. Johannes schreef kinderkens dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Noah Webster woordenboek definieert onrechtvaardigheid als onrecht, een overtreding van de goddelijke wet of van de duidelijke principes van rechtvaardigheid en billijkheid, slechtheid. Onrechtvaardigheid kan bestaan uit een enkele onrechtvaardige daad, maar meer in het algemeen wanneer het wordt toegepast op personen, duidt het op een gewoonte van slechtheid. 1 Johannes 3 vers 7 en 8 staat in de Living Bible als volgt. O lieve kinderen, laat niemand je hierover misleiden. Als je voortdurend doet wat goed is, dan is dat omdat je goed bent, net als hij. Maar als je blijft zondigen, dan laat dat zien dat je bij Satan hoort, die sinds hij voor het eerst begon te zondigen, daar gestaag mee door is gegaan. Maar de Zoon van God kwam om deze werken van de duivel te vernietigen. De werken van de duivel zijn slechts slechte werken, maar ook dode werken die niet door de Heilige Geest zijn gericht.
Zij die consequent goed doen onder druk in gecompliceerde situaties zijn rechtvaardig. Er is geen excuus voor het begaan van welke zonde dan ook. Als je wordt geleid en bestuurd door de Heilige Geest op zoek naar rechtvaardigheid, zul je genade en waarheid krijgen en daarmee je vermogen om te horen en te gehoorzamen kunnen verbeteren. Elke vorm van communicatie is geldig als je zijn volmaakte wil zoekt, maar niet als je zijn toelaatbare wil zoekt. Als je de vraag stelt, mag ik dit of dat doen, en het is niet in strijd met het geschreven woord, zul je altijd ja horen, zelfs als het nog steeds Gods volmaakte wil mist. Je moet blijven luisteren en niet denken dat het antwoord ja een oké is om iets te doen. Als je in de geest bent, zul je vragen of er voorwaarden zijn en een bevestiging zoeken. Romeinen 6 vers 18, Paulus zei, en vrijgemaakt zijnde van de zonden, zijt gemaakt dienstknechten van gerechtigheid. Lees voor meer informatie over geavanceerde communicatie het hoofdstuk 11 van het boek My Sheep Hear My Voice van Joseph Hitchcock. Romeinen 6 vers 18 staat in de Amplified Bijbel als volgt. En nu jullie van de zonde bevrijd zijn, zijn jullie dienaren van gerechtigheid geworden, van overeenstemming met de goddelijke wil in denken, bedoelen en handelen. Het is mogelijk om dienaren van gerechtigheid te zijn vanaf het moment dat je wederom geboren bent. Je kunt dit doen op zoek naar zijn volmaakte wil. Je hoeft niet na te denken over je leven als je de Heilige Geest hebt ontvangen. Op het moment van verlossing kom je door genade in de aanwezigheid van God en ontving je de Heilige Geest toen je ermee instemde om je te bekeren en direct te gehoorzamen door geloof. Je zou nog steeds moeten leven door geloof in wat God zegt te doen en wanneer. Jezus zei, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die dat doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Je mag zijn aanwezigheid binnengaan omdat je zijn naam verheft en jezelf vernedert als een klein kind. Maar als je hem alleen maar Heer noemt, zul je niet langer blijven omdat hij heilig is. Filippenzen 3 vers 1 tot en met 3. Paulus schreef, volgens mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. De duivel wil dat je een vertrouwen in het vlees hebt. Pas op voor degenen die excuses of een vervanging bieden voor het doen van Gods volmaakte wil. Alles wat in strijd is met Gods volmaakte wil voor je leven in gedachten, doel en handelingen is zonde. Je moet leugens over God geloven om kwaad te kunnen doen. De wortel van alle zonde is een leugen waarvan jij gelooft dat het de waarheid is omwille van je eigen vlees. Je hebt als christen de geest van waarheid ontvangen, dus je moet kiezen voor leugens en onwetendheid nu je wederom geboren bent. Om te zondigen moet je de Heilige Geest afwijzen of weerstaan en de zonde uitnodigen om door naar je vlees te luisteren. Vleeselijke christenen met een vertrouwen in het vlees blaffen als een hond met excuses als ze de waarheid horen. We lezen Jesaja 6 vers 1 tot en met 5. In het jaar van koning Uzia stierf, zo zag ik de Heere, zittende op een hoge verheven troon en zijn zomen vervulden de tempel. De serafs stonden boven hem. En ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heere, de Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de possen van de dorpels zich bewogen van de stem van de roepende, en het huis werd vervuld met rook.
Toen zei ik, wee mij, want ik verga, daar ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heer der Heerscharen, gezien. Het woord vergaan wordt vertaald door Strong's woordenboek als stom of stil zijn, vandaar falen of vergaan, transitief vernietigen, ophouden, afgesneden worden, tot zwijgen gebracht worden, ongedaan worden. Pas op voor politiek. Jesaja had onreine lippen door met anderen te praten over de situatie in Israël nadat koning Uza was gestorven. Jouw lippen zullen onrein worden door te praten over wat er in deze wereld gebeurt in plaats van te doen wat God wil. Je zult je ongedaan voelen door de zonden van het verzuim, wanneer God krachtig begint te bewegen door zijn geest omdat jij er niet klaar voor bent. 1 Thessalonicense 5 vers 1 tot en met 6. Paulus schreef, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Want gij weet zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baretsnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvluchten. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen zoals de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Iedereen zou naar boven moeten kijken om zich klaar te maken, want Jezus komt spoedig. Niemand is sterk genoeg om verleidingen te overwinnen in deze laatste dagen. Om niet in verwarring te worden gebracht, moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn en je snel aan de verleidingen onttrekken. Je moet nuchter en alert zijn en God vragen naar alles wat Hij je ogen heeft gegeven om te zien. Verwerk niets met je verstand, want je zult een weg volgen die goed lijkt. We leven door geloof, niet door zicht. Jezus leerde en zei, wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gods genade is voldoende voor hen die nederig zijn. Het kwaad in deze wereld en anderen de schuld geven van jouw zonde is slechts een excuus maken en zelfs God veroordelen. Spreuken 3 vers 3. Salomo schreef, dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten en bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. In het boek Wakker worden de tijd raakt op deel 2 schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 1. Als jij wijs bent en gehoorzaamt aan wat God zegt, begint goddelijke vrucht zich te manifesteren. Eerst vinden er veranderingen plaats in je houding ten opzichte van de Heer. Je manier van denken en verandert. Dit is onderdeel van het proces waarin je de Heilige Geest toestaat om zijn werk in je te doen. Hij verandert wat je gelooft, denkt en hoe je handelt, zodat het overeenkomt met het woord van God. Typisch beginnen degenen die vanuit het natuurlijke rijk functioneren met een conclusie waarvan ze geloven dat het de waarheid is. Als ze duidelijke Bijbelversen vinden die hun geloof tegenspreken, wijst hun redenering deze af. Ze passen wat het woord van God zegt aan, zodat het overeenkomt met wat ze al hebben gekozen om te geloven. Deze misleiding is vandaag de dag wijdverbreid in de kerk. Vooroordelen over wat waar is, zullen je elke keer weer misleiden. Het is de taak van de Heilige Geest om jou de waarheid te vertellen. Van jou wordt verwacht dat je studeert om jezelf aan God te tonen als een werkman die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid juist verdeelt. 2 Timotheüs 2 vers 15.
Je natuurlijke verstand kan en zal je nooit in staat zijn om je de waarheid juist te verdelen. Waarheid wordt geopenbaard en bevestigd door de Heilige Geest van God. Alles wat je gelooft moet bevestigd worden door de Geest voordat je je geloof erin vrijzet. Onthoud, wat je denkt te weten, belemmert je om te weten wat God wil dat je weet. Een klein probleem kan na verloop van tijd uitgroeien tot een groot probleem. Als je je verstand gebruikt om alles te verwerken. Je hebt genade en waarheid nodig om je verlossing uit te werken. Je hart is al corrupt doordat je verstand met verkeerde prioriteiten naar de waarheid probeert te komen. Het hart heeft door het luisteren naar leugens diep berouw nodig. God begrijpt waar je nu bent en wat je nu moet doen. Als je je concentreert op je behoeften, dan zal je hart nog corrupter worden. Houd een register bij van verkeerde daden en waarheid en laat God ze op de tafel van je hart schrijven, zodat je de volgende keer niet dezelfde fout maakt. Matthäus 6, vers 34 staat in de Message Bible als volgt. Geef je volledige aandacht aan wat God nu aan het doen is en maak je niet druk over wat er morgen wel of niet kan gebeuren. God zal je helpen om te gaan met alle moeilijke dingen die komen gaan als de tijd daar is. Gebruik een notitieboekje om op te schrijven wat de Heer zegt. Als je je bekeert van wat Hij je laat zien, zul je snel groeien. Je hart moet weten dat waarheid niet komt door denken. Doe rustig aan, breng kwaliteitstijd met God door en laat de Heilige Geest je voorbereiden op wat er komen gaat. Spreuken 27, vers 5 en 6. Salomo schreef, openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. De wonden van de liefhebber zijn getrouw, maar de kussingen van de hater zijn af te bidden. Je kunt beledigd raken naar God als Hij je vertelt dat je je moet bekeren. Jezus zou je beste vriend moeten zijn. De duivel zal excuses aanbieden voor ongehoorzaamheid aan de Heilige Geest en je altijd vertellen dat iemand anders het probleem is. Hebreeën 5, vers 11 en 12. Paulus schreef van wie wij vele dingen hebben te zeggen, die zwaar zijn om te verklaren, daar gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, heb weer van nodig dat men u leert welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. De doven van gehoor ontsnappen niet aan de gevangenissen van de duivel, omdat ze meer naar hun eigen vlees luisteren dan naar God. Overtuiging van zonde is altijd een zegen en zo moet je het ook zien. Zo niet, dan is dat de reden dat je dof van gehoor bent. Overtuiging van zonde leidt je naar een plaats waar je moet bekeren. Zonder dit ben je niet klaar om andere dingen te horen. Spreuken 3 vers 3 staat in de Living Bible als volgt. Word nooit moe van loyaliteit en vriendelijkheid. Houd deze deugden stevig vast. Schrijf ze diep in je hart. Wees trouw aan God en word nooit moe om zijn volmaakte wil te doen. Hij geeft je de tijd om ingewikkelde situaties te verwerken met de lessen van Jezus door middel van overtuiging van zonden en zal je helpen om tot de wortel van de zonde in je eigen leven door te komen. Hebreeën 6 vers 1 tot en met 3. Paulus schreef daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. En dit zullen wij ook doen indien God het toelaat. In het boek Sound Doctrine schrijft Joseph Hedgehog het volgende in hoofdstuk 14. Laat me iets heel belangrijks vertellen.
Als je God echt wilt leren kennen, zal ik je een sleutel geven die je zal helpen. Om te gehoorzamen aan wat God zegt, heb je veel instructies nodig en moet je af en toe vragen stellen. Wanneer hij je opdraagt iets te doen, kun je hem elke vraag stellen zolang je hem niet in twijfel trekt. Dat is belangrijk. Ik heb dit op de harde manier geleerd. Om Gods beslissingen in twijfel te trekken, moet je zijn beslissing als verkeerd beoordelen. Om zijn beslissingen als verkeerd te beoordelen, moet je jezelf eerst boven God plaatsen, want een oordeel kan alleen van boven komen. Het is nooit van beneden. Dat is Gods opdracht. Of je het nu zo bedoeld hebt of niet, God ziet het als dat jij je het gezag over hem hebt toegeëigend. Het toe-eigenen van autoriteit is precies wat de val van de mens heeft veroorzaakt. De oorspronkelijke zondeval begon toen Satan God in twijfel trok in Genesis 3, vers 1 tot en met 7. Adam en Eva luisterden naar Satan. Adam en Eva luisterden naar Satan die Gods opdracht in twijfel trok in plaats van te gehoorzamen wat God had gezegd. Als God de engelen had opgedragen iets te doen en ze hadden meer informatie nodig, dan hadden ze een vraag kunnen stellen. Maar Lucifer probeerde zich het gezag over God toe te eigenen. Daardoor werd hij uit de hemel gegooid en kwam hij vol toren op aarde neer, omdat zijn hoge positie verloor. God wil dat je een groter begrip krijgt, maar als je Gods beslissingen voor je leven in twijfel begint te trekken, dan kun je niet verder. God houdt van je. Hij weet wat je zonde is en dat het je zal scheiden van zijn aanwezigheid en het ervaren van zijn liefde. Hij zal niet verder laten gaan als je afgestompt bent om te horen. Je kunt je verzetten tegen overtuiging van zonden in de bediening als je doctrines hebt ontvangen die in de kerk worden onderwezen. Paulus schreef aan de Joden en ze hadden 1. De doctrine van de doop en wat er nodig is om Christus te volgen. 2. Een bediening met handoplegging en bevrijding. 3. Kennis van de opstanding van de levende en de doden. 4. De kennis van het eeuwige oordeel en het boek des levens van het lam dat aan het einde wordt geopend. De kerk in Jeruzalem begon goed, maar ging na de vervolging geestelijk achteruit en veroordeelde God door toen hun omstandigheden niet veranderden. Het hebben van een vooropgezet idee over God is als een ongeluk dat staat te gebeuren. Het is een kras op het oppervlak die probeert te genezen. 1 Korintiërs 10, vers 1 tot en met 11. Paulus schreef: En ik wil niet, broeders, dat gij ontwetend zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ten neergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, zoals zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zal neer om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden door slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield door de verderver. En al deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. De Joden hadden hun lessen in 40 dagen kunnen leren,
maar de reis werd langer en langer omdat ze in plaats daarvan naar hun eigen ideeën over goed en kwaad luisterden. Ze bekeerden zich niet van dode werken. Als je excuses maakt voor je zonden, kan het weken of maanden duren voordat je tot de waarheid komt. Zonder vergeving van zonden zullen kwetsuren en wonden die van anderen komen niet genezen. Een wond om te genezen heeft alleen kwaliteitstijd nodig om tot inkeer te komen met behulp van God, dus er is geen bevrijding nodig. Word als een klein kind. Vergelijk jezelf niet met iemand anders. Als je oordeelt, zul je je verbinding met God verliezen en nooit genezen. Als je naar leugens luistert, zul je uiteindelijk God verleiden. De genade om te horen neemt af naarmate je meer uitstelgedrag vertoont. Paulus ging verder in 1 Korintiërs 10 vers 12 tot 14. Zo dan, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijk, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vlug van de afgodendienst. Trots zorgt ervoor dat je uit de gratie valt. Denken is gevaarlijk. Afgoden zijn die dingen die je belangrijker hebt gemaakt dan de relatie met God. Je hebt kwaliteitstijd met God nodig om overtuiging van zonden op de juiste manier te verwerken. God zal een bepaalde hoeveelheid druk toestaan om een zwak of corrupt fundament bloot te leggen. Dagelijks je kruis opnemen en jezelf verloochenen zal excuses blootleggen. Er zijn geen excuses om God ongehoorzaam te zijn, maar er zijn wel redenen. Je zult geen redenen identificeren met je verstand. Redenen kunnen dan worden verwijderd door berouw, zodat er geen redenen meer zijn en je dus wel overtuiging van zonde nodig hebt. De afgoden in je leven zullen op gebieden zijn waar je niet gelooft dat God trouw is. We lezen Handelingen 20 vers 18 en 19. En toen zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: Gij weet, van de eerste dag af, dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Zijn koninkrijk is hier nu door de Heilige Geest en Paulus hoefde niet tegen de Joden te vechten. Hij had alleen zachtmoedigheid of nederigheid van geest nodig om te winnen. Paulus had een ontmoeting met de leiders uit Efeze. Hij vertelde hen hoe hij nooit iets deed door zijn eigen wil te raadplegen. De duivel zet dagelijks een val voor hen die volwassen zonen en dochters zijn, maar God bevrijdt hen door hen te vertellen wat ze moeten doen en laten. Paulus sprak tot leiders in Efeze die uiteindelijk hun eerste liefde verloren. Als je verleiding niet gemakkelijk kunt overwinnen, dan heb je geen geestelijke opvoeding. Je zult stoppen of ernstig belemmerd worden in het volgen van Christus. Openbaringen 3 vers 10 tot en met 11. Jezus zei, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastig. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Er is nog tijd om te leren wat het betekent om nederig te blijven en je niet alleen nederig op te stellen als er een probleem is. Tijdens de laatste uur van de verzoeking van je leven of wanneer Jezus verschijnt, zal er extra genade zijn voor degenen die nederig zijn. Iedereen in deze wereld zal aan het eind een periode van verzoeking meemaken, dus bereid je ervoor. Ben je in slaap gevallen of bereid je je voor op dat uur? Degenen die op kritieke momenten steeds weer het vlees gehoorzamen en twee meesters dienen, zullen aan het eind schipbreukelingen worden. De lauwen zullen hun eeuwige beloning verliezen omwille van wat tijdelijk gewin of comfort als ze niet worden als een klein kind. Jezus leerde en zei, niemand kan twee heren dienen,
Want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam dan kleding? Je verstand is niet ontworpen om na te denken over je eigen welzijn. Je bent geschapen om Christus te volgen. Je bent degene die het leven en vrede vernietigt doordat je nadenkt, in plaats van te genieten van elke dag. Jezus is de Heer van alles en hij moet de Heer zijn van waar jij aan denkt. Gelaten 3 vers 1 tot en met 4. Paulus schreef, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, voor wie ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werkende wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindig gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Het woord dwaas wordt vertaald door Strong's woordenboek als een negatieve partikel, een onintelligent, bij implicatie zinnelijk dwaas, onverstandig. Jouw vlees zal in ingewikkelde situaties besneden worden als je Christus volgt. Dus je hebt geen besnijdenis nodig. De gelaten waren moe geworden van het doen wat de Heilige Geest hen opdroeg en vonden het niet leuk om als een misdadiger behandeld te worden. Paulus noemde de gelaten dwaas of behekst omdat ze Christus begonnen te volgen en zijn genade ervoeren in het aangezicht van enige Joodse vervolging toen ze begonnen. Colossenzen 2 vers 12 tot en met 19. Paulus schreef, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden en in de volhuis uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande het welke, zeg ik, ener wijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar te toon gesteld, en heeft erdoor over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen in spijzen of in drank, of in een stuk van de feestdag, of van de nieuwe maan, of van de sabbatten. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen na zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vlees, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijn, op was met goddelijke wasdom. Het ware lichaam van Christus zou zich nu om je heen moeten vormen. Je zou het aroma van Christus moeten zijn. Degenen die religieus zijn en Christus niet willen volgen, zullen je mijden. Degenen die Christus liefhebben, zullen van je houden. Paulus ervoerde werkingen van God, die hem dagelijks antwoorden gaf door de Heilige Geest, terwijl hij deels uitmaakte van het lichaam. Als een deel van je lichaam niet voortdurend signalen krijgt van de hersenen, zal het afsterven. Je kunt niet beweren dat je leeft en deel uitmaakt van het lichaam van Christus door je verstand te gebruiken om beslissingen te nemen. Paulus was niet zoals iemand in het ziekenhuis die nauwelijks nog in leven was en op zoek was naar een wondermiddel of meer kracht, zoals degene die vandaag de dag een doorbraak zoeken in het lichaam van Christus. Hij had het voorbeeld van het kruis en koos ervoor om niets te doen om zichzelf te helpen toen hij als een misdadiger werd behandeld, tenzij de Heilige Geest hem daarin leidde. 1 Petrus 3 vers 10 tot en met 18. Petrus schreef,
Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille van zijn tongen van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken, die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen die na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heeren is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om de ongerechtigheid, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrees voor hen, en wordt niet ontroerd. Maar heilig God, de Heere in uw harten, en wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met de zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien de wil van God het wil, leidt, dan kwaaddoende. Want God heeft ons eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is dood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Als je een lang leven wilt, luister dan naar je eigen lippen. Je zou de hele tijd moeten verheugen. Je kunt dezelfde relatie met de Vader hebben door dagelijks je kruis op te nemen en jezelf consequent te verloochenen. Jezus werd als een misdadiger behandeld, maar werd door de Vader uit de dood opgewekt, omdat hij nooit gezondigd had. Gods omstandig kracht zal iedereen energie geven die op de smalle weg en door de geest geleid leven leidt. Het Koninkrijk van God is al 2000 jaar om er door de geest voor te zorgen dat iedereen die zijn volmaakte wil voor zijn leven wil kennen, dat kan. Als je hart in deze laatste dagen onrustig is, zit je op de grens van wat je geestelijk aan kunt. Heilig hem in je hart. Houd je stil. Schuw het kwaad totdat je klaar bent om meer aan te kunnen. 1 Petrus 3 vers 15 tot 18 staat in de Living Bijbel als volgt. Vertrouw jezelf rustig toe aan Christus, je Heer. En als iemand vraagt waarom je gelooft zoals je dat doet, wees dan bereid om het hem te vertellen. En doe het op een vriendelijke en respectvolle manier. Doe wat goed is. Als mensen dan tegen je spreken en je uitschelden voor slechte namen, zullen ze zich schamen omdat ze valselijk beschuldigingen, terwijl je alleen maar hebt gedaan wat goed is. Onthoud dat als God wil dat je lijdt, het beter is om te lijden omdat je goed hebt gedaan dan omdat je kwaad hebt gedaan. Christus heeft ook geleden. Hij stierf eenmaal voor de zonde van ons allen, schuldig zondaars, hoewel hij zelf onschuldig was, zodat hij ons veilig thuis bij God kon brengen. Maar hoewel zijn lichaam stierf, leefde zijn geest voort. Het woord beschaamd in vers 16 wordt elders in de King James Bijbel vertaald als verwacht. Als je gelooft dat iets oneerlijk of onrechtvaardig is, geloof je al leugens. Je komt uit de geest om iets te doen en wordt verwacht omwille van je vlees. Handelingen 9, vers 22 tot 25. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En toen vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun toeleg werd Saulus bekend, en ze bewaakten de poorten, beide desdaags en desnachts, opdat ze hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem in een mand over de muur neerdalen. Paulus had vanaf het eerste begin berouw van dode religieuze werken en begon de waarheid te bespreken. Hij kon niet langer zwijgen en het plan van God voor hem begon al snel na zijn bekering omdat hij diep berouw toonde. 1 Petrus 4 vers 15 tot en met 19. Petrus schreef, doch dat niemand van u lijden als een doodslager of een dief
of een kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in dat opzicht. Want het is de tijd dat het oordeel begint in het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde van hen zijn, die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan, op ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hebben als de getrouwe schepper aanbevelen met weldoen. Je hebt vruchten van brouw nodig, van dode werken, je zult in verwarring raken, doordat je de zonden weer tevoorschijn komt. De zonde groeit terug als het brouw oppervlakkig is of ontbreekt. Het is slechts een kwestie van tijd. Je zult lijden als een moordenaar, of een bemoei al in andermans zaken. Blijf luisteren naar de Heer. Je kunt in rust Gods volmaakte wil altijd doen. Als je onderweg lijdt omwille van de ongerechtigheid, is dat niet iets om verdrietig over te zijn. Een verkeerde houding ten opzichte van de angst voor lijden kan ervoor zorgen dat je achteruit gaat en niet vooruit. We lezen Matteüs 16, vers 1 tot en met 4. En de Farizeeën en Sadduceeën tot hem gekomen zijnde, en hem verzoekende begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij schoon weer, want de hemel is rood. En des morgen heden onweer, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsde, het aanzijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden, en gij kunt de tekenen der tijden niet onderscheiden. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en het zal geen teken gegeven worden. Dan het teken van Jona de profeet, en hen verlatende ging hij weg. Jezus noemde de religieuze Joden blind omdat ze niet konden zien dat de genade opraakte voor de hele natie van Israël. De kerk die op zoek is naar tekenen van de tijd is vandaag de dag goddeloos en overspelig. Ze zullen in verwarring worden gebracht omdat ze geen berouw hebben over het gebruik van hun eigen gedachten om de Heer van hun eigen leven te zijn. Op het moment van verlossing zou je dat moeten hebben. 1. Bekering van dode werken, niet alleen van slechte werken. 2. Ervan overtuigd zijn dat er niets goeds in je zit. 3. Gods aanbod van vergeving en barmhartigheid accepteren, waarbij Hij de beslissingen neemt door de Heilige Geest. 4. Begin je verlossing uit te werken in vrees en beven met de overtuiging van zonden van de Heilige Geest. Je bent uit het vuur gerukt nadat je jezelf een duidelijk beeld van de held hebt gekregen. Als je je niet diep bekeert, kom je weer terecht op een weg die je goed lijkt en krijg je weer een tweede blik op de hel. Filippenzen 2, vers 12 tot en met 16. Paulus schreef: alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt. Niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid. Werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in uw werk beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen Gods zijnde, onbestraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij scheidt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Degenen die rechtvaardigheid zoeken zijn onschadelijk. Ze reageren niet. Een plotselinge verandering van omstandigheden is voor hen geen probleem. Door geloof zal God zijn welbehagen doen door allen die geloven, zelfs als de zonde overvloedig is en deze wereld voorbij gaat. Als je je verlossing uitwerkt en geen excuses maakt voor de zonde, zul je genade vinden op de smalle weg. Je krijgt meer tijd om je te bekeren en lessen te leren die je ook moet leren.
Hebreeën 6 vers 1 tot en met 3 staat in de Message Bijbel als volgt. Dus kom op, laten we de kleuterschool vingerverfoefeningen over Christus achterwege laten en verder gaan met het grote kunstwerk. Opgroeien in Christus. De basiswaarheden zijn aanwezig. Je afkeren van verlossing door zelfhulp en je in vertrouwen op God richten. Doopinstructies, handoplegging, opstanding van de doden, eeuwig oordeel. God helpt ons. We blijven trouw en aan dat alles. Maar er is nog zoveel meer. Laten we verder gaan. Bekering van dode werken, niet van slechte werken, is de remedie voor de vertraging in je leven. Het is de reden dat je in de war bent. De overtuiging van zonde is er niet om je te kwellen, maar om je te leiden naar een plaats van bekering van dode werken en geloof in God in het centrum. 2 Korintiërs 13 vers 4 tot en met 7. Paulus schreef, want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar we zullen hem met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoek uzelf, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent u gij uzelf niet, dat Christus Jezus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet ophoudt wij beproefd zouden worden bevonden. Maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Het woord verwerpelijk wordt vertaald door soms woordenboek als niet goedgekeurd, dat wil zeggen verworpen bij implicatie, waardeloos, letterlijk of moreel, verstoten. Je wordt een verworpen als je je niet bekeert van dode werken. Je wordt letterlijk en moreel waardeloos. Hoe je kunt iemand anders helpen als je je niet bekeert van dode werken. Je kunt een grote kennis van de Bijbel hebben en daarmee nog steeds een verwerpene zijn. Paulus wist dat hij vervangen kon worden door iemand anders die minder begaafd was dan hij zelf, omdat hij niet bereid was om God met heel zijn hart te vertrouwen. Hij stond op voor veroordeling. Paulus ging verder in 2 Korintiërs 13 vers 8 tot en met 14. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En we wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik, afwezig zijnde deze dingen, omdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken, naar de macht die mij de Heer gegeven heeft tot opbouwing en niet tot neerwerping. Voorts, broeders, wees blijde, wees volmaakt, wees gestroost, wees eensgezind, leef in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen. Volmaaktheid is mogelijk door de Heilige Geest perfect te gehoorzamen. Er is een goede troost en slechte troost. In het geloof zou je steeds dichterbij de besturing en leiding van de Heilige Geest moeten komen. Als je bijvoorbeeld hebt gebeden hoe laat je op moet staan en je staat na die tijd op, dan weet je dat je de Heer hebt gemist. In bed blijven liggen omwille van je vlees is een slechte troost. Als je na je bedtijd naar bed bent gegaan, dan weet je dat je ergens hebt gemist door dode werken te doen. 1 Petrus 2 vers 6 tot en met 8. Petrus schreef, daarom is ook een vervat in de schrift, ziet ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd de steen die de bouwleden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Hun namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Het woord beschaamd wordt vertaald door Strong's woordenboek als te schande maken of bij implicatie te kijk zetten. Als je jezelf niet leeg maakt, zul je in verwarring raken. Wat je denkt te weten zal belemmeren wat je elke dag op de smalle weg moet weten. Volg geen theorieën. 2 Timotheus 2 vers 10 tot en met 21.
Paulus schreef aan Timotheus, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot afkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid rechts snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijke ijdel geroepen, want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voortteten, gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding reeds geschied is, en keren het geloof van sommigen om. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijne zijn. En in ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten, en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat ter ere zijn, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren tot alle goede werk toebereid. Uithouding, vermogen en lijden maken deel uit van het evangelie. Zijn genade is voldoende voor alles wat we doorstaan. God is geen aanzien des persoons. Jij bent degene die bepaalt of je een vat van eer of oneer bent. Kijk naar wat God je nu voor gebruikt. Als hij je niet voor veel kan gebruiken, begin jezelf dan te zuiveren van minder eervolle gebruiken door de test te doorstaan. Joseph Hitchcock zou zeggen dat alles komt. Als je de lessen leert in beproevingen waar je doorheen gaat, zullen ze verdwijnen. Bestudeer het woord van de waarheid en verdraag de veroordeling en correctie die je ontvangt, zodat God je kan goedkeuren voor een meer eervollere taak in het lichaam van Christus. Openbaringen 3, vers 15 tot en met 19. Jezus zei, ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat ge lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijk geworden en heb aan geen ding gebrek. En ge weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koop goud, beproefkomende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen opdat gij moogt bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeer u. Pas nooit aan wat Jezus heeft gezegd om te passen bij je eigen interpretatie van de Bijbel, anders zul je in verwarring raken. Zij die een vertrouwen hebben in het vlees, zijn geestelijk blind, en God zal hen, als ze een kind van God zijn, alleen gebruiken voor onvoorwaardelijk gebruik. Als je de aanwezigheid van God bent kwijtgeraakt, moet je ijverig zijn en je bekeren. Er is een zonde van opdracht en een zonde van verzuim. Je werkt niet aan je verlossing als je dingen doet omwille van je vlees. Je moet je geloof in God gebruiken en niet aardse wijsheid om alledaagse problemen op te lossen. Geloof is gewoon God vertrouwen dat hij betrouwbaar is om te doen wat hij zegt dat hij voor je zal doen in ingewikkelde situaties. Je kunt hem vragen stellen, maar God niet in twijfel trekken. Romeinen 12 vers 3. Paulus schreef, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, zoals God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Diezelfde Bijbelvers staat in de Amplified Bijbel als volgt. Want door de genade, onverdiendse gunst van God,
die mij gegeven is, waarschuw ik iedereen onder u om zichzelf niet hoger in te schatten en te denken dat hij zou moeten om geen overdreven mening te hebben over zijn eigen belangrijkheid, maar ook om zijn bekwaamheid nuchter in te schatten, ieder naar de mate van geloof die God hem toebedeelt. Het kan zijn dat je jezelf verootmoedigt als je veroordeeld wordt en dan meteen daarna probeert om met je verstand tot de juiste antwoord te komen. Die gewoonte moet doorbroken worden. Daardoor kom je weer in het vlees terecht. Lucas 9, vers 23 tot en met 25. En Jezus zeide tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade aan zichzelf leidt? Je kunt je niet bekeren van dode religieuze werken door je verstand te gebruiken om de juiste beslissingen te nemen. Het vlees zal altijd de verkeerde beslissing nemen omdat het zelfzuchtig is en je zult in verwarring worden gebracht. Leunen op je eigen inzicht is niet op God vertrouwen met heel je hart. Je moet bereid zijn om alles wat je hebt geleerd weg te gooien en opnieuw te beginnen. Dit ziet er in de natuur lekker dwaas uit, maar als je dit doet, dan ben je net als Christus die zichzelf leegmaakte van alles wat hij wist en zich onderwierp aan zijn Vader. Deze wereld en de kerk die gelijkvormig is aan deze wereld gelooft dat je niet je hele leven hoeft te verliezen om het te redden. Als je ooit tot een conclusie komt die in tegenspraak is met wat Jezus leerde, dan heb je een vertrouwen in het vlees en geloof je leugens. We lezen Matthäus 19, vers 27 tot 30. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u dat gij, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israëls. En zo wie zal verlaten hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwig leven beërven. Maar velen eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Degenen die zich verzetten tegen overtuiging van zonde verzetten zich tegen het enige middel om door de geest tot de waarheid te komen. Gebruik het notitieboekje dat wordt beschreven in hoofdstuk 2 van het boek Wakker worden, de tijd raak op, deel 1. Noteer in je notitieboekje wat je doet onder druk. De slechte vruchten die verschijnen naar Christus kan God gebruiken om je tot de wortel van de zonde te laten zien. Elke stap naar de wortel van de zonde zal wat meer overtuiging van zonde met zich meebrengen. Degenen die God gewoon kunnen horen en doen wat hij zegt, zullen in alles de eerste zijn. Laat je niet in verwarring brengen. Je kunt niet toevoegen aan wat God heeft gezegd door te denken. Filippenzen 3, vers 7 tot 9. Maar hetgeen mij gewis was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Niet iedereen krijgt dezelfde beloning. Er is een kroon voor het opgeven van wat je niet kunt houden als je Christus volgt. Bedrieg jezelf niet met de beloningen die je in dit leven krijgt en die je niet kunt meenemen. Wie niet kan loslaten en God zijn gang kan laten gaan, zal in verwarring raken. Sommige dingen worden ons gegeven zodat anderen kunnen zien dat Christus meer voor ons betekent dan wat dan ook. Psalm 22, vers 3 tot 5 staat in de Amplified Bijbel als volgt: maar u bent heilig, o u die woont in de heilige plaats waar de lofzangen van Israël worden geofferd.
Onze vaderen vertrouwden op u. Ze vertrouwden, leunden op, vertrouwen op u en waren vol vertrouwen en u verloste hen. Ze riepen tot u en werden verlost. Ze vertrouwden op, leunden op en vertrouwden vol vertrouwen op u en werden niet beschermd of in verwarring gebracht of teleurgesteld. Je krijgt misschien niet de tijd die nodig is om alles te verliezen voor het volgen van Christus, maar zorg ervoor dat je niet vasthoudt aan iets in deze wereld dat tijdelijk is. 1 Timotheüs 6, vers 6 en 7. Paulus zei, doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, want wij hebben niets in deze wereld gebracht, en het is openbaar, dat wij ook niet iets daaruit kunnen dragen. Jezus geloofde dat het onmogelijk was om los te komen met de Vader aan het hoofd. Nu door de gehoorzaamheid aan de Geest kunnen degenen die willen gehoorzamen. Anderen zullen in verwarring raken en door de religieuze werken blijven doen. Je hoeft alleen jezelf te gehoorzamen. Je verliest de kans om een nobel leven te leiden door God te dienen, door naar je vlees te luisteren. Hoe eerder je Christus gaat volgen, hoe beter. Het is niet mogelijk om twee meesters te dienen. Je dient God door gehoorzaamheid aan de geest of de duivel door je vleeselijke natuurlijke verstand. God geeft jou de keuze. Kies verstandig. Denken is gevaarlijk. We zijn niets zonder hem. Je bent geschapen voor een doel. Hij heeft dat doel niet aan je geest geopenbaard toen je op de aarde kwam, zodat je het zou kunnen verknoeien. Alleen door consequent nederig te blijven en zijn genade die voldoende is te krijgen, kun je dat doel bereiken. God gaf een mate van geloof, zodat je dit op hem kunt vrijzetten en niet op andere dingen. Geloof in God is vragen aan God. Hij kent het plan en weet hoe geloof werkt en op de juiste manier wordt toegepast. Elk kind van God heeft dezelfde mate van geloof, zodat ze een relatie met God kunnen ontwikkelen zoals Christus die op de aarde had, en vergelijkbare resultaten krijgen door het in de waarheid vrij te zetten. Als jij Jezus wilt horen, leren kennen en volgen, kan ik je het boek aanraden, My Sheep Hear My Voice. Als je een nieuwe start wil maken en op het smalle pad wil komen, dagelijks in de geest wilt zaaien, volledige verlossing en vrijheid wilt ervaren door regelmatige bekering, dan kan ik je boek aanraden Wakker worden, de tijd raakt op, deel 1. Funderingen voor geestelijke volwassenheid. Als je geestelijk wilt opgroeien, niet aasgezind wilt zijn en tot wasdom wilt komen, dan kan ik je boek aanraden Wakker worden, de tijd raakt op, deel 2. Geestelijk opgroeien. Accepteer geen namaakversie van het christendom die gebaseerd is op religieuze werken, waarbij je jezelf niet dagelijks hoeft te verloochenen en je kruis niet hoeft op te nemen. Je moet ervoor zorgen dat je op de smalle weg komt. De brede weg die naar het verderf leidt ziet er goed uit. Er staat een bordje met de tekst erop, deze kant op naar de hemel. En veel goedbedoelende goede mensen die naar de kerk gaan, bevinden zich op de brede weg. Als jij wilt weten dat je tegen de waarheid hebt verzet en je wilt weten waarom, dan kan ik je het boek aanbevelen, The Guilt of Prison, Revised Edition. Alle boeken zijn geschreven door Joseph Hitchcock. Degenen in de kerk die twee meesters dienen, willen zeggen, horen zegenen en zegenen. Ze willen niet horen dat er een prijs betaald moet worden voor het volgen van Christus. Je verliest niets dat de eeuwigheid is door Christus te volgen. Je verliest alleen tijdelijke dingen die je nu niet mee kunt nemen. Als je gelijkvormig bent aan deze wereld met de verkeerde prioriteiten, red dan je eigen ziel. Iedereen moet zijn ziel verliezen om haar te winnen. Als je je verward voelt, kun je altijd een nieuwe start maken. Je hebt volledige gebrokenheid nodig naar Gods volmaakte wil. Niet alleen maar weer een pleister op wat je zelf gemaakte wond door meer deelde religieuze werken te doen. Als deze boodschap jou heeft aangesproken, en je realiseert je dat je verward bent geraakt, is dat alleen je eigen verstand, je eigen lusten, waar je nooit mee hebt afgerekend, die zijn er nog steeds. En ze zullen maar groeien, zolang het nog maar dode werken zijn, die je blijft doen. En de enige oplossing is bekering.
Je moet tijd nemen en klaar zijn om daarin te investeren. In de hoofdwortel van de zonde te vinden. Daar heb je tijd voor nodig. Maar de Heilige Geest kan je zien hoe dat werkt. En waar je hebt gezondigd. Als deze boodschap tot je heeft gesproken, laat ik voor je bidden. Ik bid dat de Heilige Geest jullie zal helpen dat je tot bekering kunt komen. Vader, ik weet dat uw kinderen naar deze boodschap luisteren en ze hebben gehoord wat u zegt. U heeft tot hen gesproken en dat ze lui zijn geweest en niet op de Heilige Geest hebben gesteund. En dat u tot hen hebt gesproken, dat ze het hebben gemist. En ik bid nu voor hen, dat ze zullen vergeten wat er gebeurd is. En dat ze tot u zullen komen. En zich onderwerpen aan en eerlijk zijn over het feit dat de zonde in hun leven groeit. En dat ze er iets aan kunnen doen. En zich bekeren, diep. Waar ze nog nooit eerder van hebben bekeerd. Ik bid voor speciale genade voor hen. Dat ze een nieuwe start kunnen maken. En dat ze door de wortel van de zonde kunnen komen. In Jezus' naam bid ik. Amen. Er is een website en contactgegevens. Zoals een telefoonnummer en e-mail. Die staat hierboven vermeld. Neem contact op met ons. We houden ervan als je van je laat horen. God zegen en bedankt voor het luisteren.